De Thermomix is ook ideaal voor het malen van graantjes, nootjes, hardere kazen en dergelijke. Ik ga u dat even tonen. We starten met speldgranen. En dat stel ik 20 seconden, snelheid 10. En de speldkraantjes zijn mooi fijn gemalen. Dan gaan we amandelen. En hier ook weer 20 seconden, snelheid 10. En de amandelen zijn mooi fijn gemalen. En dan hebben we nog Parmezaanse kaas. En hiervoor stellen we 10 seconden in. Snelheid 10. En de kaas is ook mooi fijn gemalen. U ziet het, Thermomix ideaal ook om fijn te malen. Wilt u meer informatie over Thermomix en de receptjes? Contacteer ons gerust.